Wij gaan vandaag kijken naar foto's van FC Den Bosch, de Graafschap. Gisteren 3-2 gewonnen. Yay! De eerste foto is deze foto. Leven de loo. Zingen wij met z'n aarde. Nee joh! Kijk, dat is de nummer 1 foto van FC Den Bosch, de Graafschap. Dit is foto nummer 2. Dit werd 1-1. Tussen de Bosch en de Graafschap. Lijkt het jullie nog in de reactie van de Bosch en de Graafschap? Van een paar weken terug. Ja, dat is leuk. Ja, nu ben ik van Gelderland. Die NRC de Graafschap. Ja, Henkie. Oké. Dat is Stuart Ars. Lee, dat is Jordi Tutomarima. Niet meer strikt aan de noodrem en komt zeer goed weg met geel. Oké. Ook Tutomarima gaat op de bom. Oh ja! Is dat zo? Zomaar? Nooit meer weg aan deze buurt. Nooit meer weg aan deze buurt. Hier, Sjoerd Ars. Alberg, Alberg, Alberg. Tanne, Wiel. Ja, dat was gewoon. Gisteren hebben ze de 3-2 kijkers. Ik ben zo blij. Ze moeten voor het jaar terugkomen. Want de Graafschap zit in mijn hart, had ik gisteren al verteld. Kijk eens wat ik aan heb voor shirt. Feyenoord. Het zit ook in mijn hart, maar de Graafschap zit nog meer in mijn hart dan Feyenoord. De superboeren uit de Achterhoek komen volgend jaar gewoon weer terug. Ik ben zo blij. Hier, dit is de referee. Ja man. Oh my god, die superboeren ik even. Nou ja, nee joh. In het DNA. Hier, kijk, zet ze met die vlaggen. Hun handen te steken, joh. Ja, serieus. Okay. Nou, dat is dus zo. Wat is dit? Hé, dat is... Oh, nee. Oké. Okay. Hey, nachtegaal. Hé, wat is dit? Oh. Niks ervan. Wat is dit nou? Ah ja, hier. Kijk eens. Hier zie je het uitshirt van de Graafschap. En daarin zie je ook... Den Bosch. Den Bosch. De Bosch. Oh my god, het is zo mio. Wijd even voor. Oh, oh, oh. Oh, hij blijft liggen. Nee, joh. Vandaag 5 wedstrijden. AZ Sparta, omdat de dingen uitgespeeld zijn, moet ik ook vandaag uitgespeeld van de Graafschap kijken. PSV Vitesse, Ajax Heerenveen, Utrecht Emmen en VVV Groningen. Morgen nog Heracles Willem II, PEC RKC, Feyenoord ADO en als laatste... Fortuna Sittard tegen Twente. Nou kijk eens, dit waren dan de foto's.
Ja, jullie zagen het al. Dat is denk ik de jong. Kijk eens voor de leuke video. Dikke vette pistool de volgende keer.